Het is ongelooflijk hoe dat je dat daar te zien krijgt, hoe dat, dat allemaal samengebald is in één film. Zaken die wij maar zo nu en dan eens te zien krijgen, met veel geluk en die onze dag goed maken. Maar dat zie je natuurlijk nooit niet zo van zo dichtbij, hè, en zo in detail. Je ziet altijd allemaal in een flits. Dus ik heb veel van die scènes ook al wel eens in de natuur gezien, maar nooit zo mooi in beeld gebracht. Ja, het is natuurlijk tof dat je mee kunt deelnemen aan zo'n mooi project. Zeker om het naar de buitenwereld ook te laten zien hoe mooi onze natuur is. Mijn favoriete scène was de visarend die twee keer in beeld kwam, die een vis aan het jagen was. Dat was bij mij in mijn boswachterij gefilmd, dus ik vond het wel heel fijn om die beelden eindelijk te zien te krijgen. De lentevuurspin bijvoorbeeld, de beelden van de lentevuurspin zijn zeer mooi. Ik snap niet hoe dat ze het filmen, maar het is voor mij ook nieuw. Het is knap gedaan. Ja, het belang van deze film is dat mensen misschien beseffen, of zullen beseffen, dat er inderdaad ook wel nog natuur is in België. Hey, ons landschap is eigenlijk door lintbebouwing eigenlijk, ja, soms wat verstopt. En hier wordt de natuur zo mooi in beeld gebracht dat dat toch niet anders kan dan fascinatie oproepen bij het groot publiek. En ik hoop ook dat de mensen dan er ook op meer op uittrekken en zich terug in de natuur op zoek gaan naar mooie beelden en ervan genieten.